moet ik een nieuwe camera aanschaffen. En heel snel, zeker. Hallo mensen, leuk dat jullie allemaal kijken naar een splitsplinternieuwe video. En vandaag ga ik weer een vette video maken. Niet met mijn eigen camera. En dat ga ik jullie vandaag uitleggen in deze video. Het is een beetje dom van mijzelf. Ik was dus op de metro geloof ik zelfs. Het was een metro trouwens. Waarom zeg ik nou weer tram? Dat begrijp ik natuurlijk niet. Hè? Maar de tram reed dus bijna bij Centraal. En ik dacht, oh, nou moet ik uitstappen. Nu moet ik echt gaan uitstappen. Want het is echt nog 2 minuten wachten. En dan is de deur weer voor mijn neus dicht. En dat wil ik natuurlijk niet. Dus ik rende zo snel mogelijk, voes, in de deur naar buiten. En ik dacht bij mezelf, ik mis iets. Ik mis iets. Ja, dat dacht ik bij mezelf. Ik liep. En ik vond het een beetje lichtjes. Ik weet niet wat het was. Als je een tas hebt, dan voel je het zware voel je een beetje. En dat had ik niet meer. Dus ik dacht, ik had het eerst dus niet door. Ik dacht, ja, weet je, ik heb altijd van die rare kwaaltjes dat ik alles mis. Dus ik dacht, laten we lekker gewoon doorgaan. Toen zat ik op dat bankje om op de tram te wachten, achter Spannen. En ja, daar gebeurde het dan. Waar is mijn camera? Waar is mijn tas? Want ik had zeg maar een blauwe tas en daar zit dan je camera in. En die was gewoon verdwenen. Ik dacht, wow, wat is hier aan de hand? Snel teruggerend en gekeken. En ja, naar de klantenservice gebeld. De klantenservice die had ook een heel verhaal. Maar eigenlijk bedoelen ze gewoon, Arthur, ik kan er geen flikker aan doen. Dus ja, ja. Het was, ja, ik voelde wel een soort van mijn leven voorbij flitsen. En ja. Mijn camera is natuurlijk wel mijn schatje, dus die is nu gewoon. Misschien is die weg en misschien kan ik hem vanavond ophalen als ze toch mijn camera hebben gevonden. Als er nou lieve mensen zijn die mijn tas hebben gezien, dan heb ik nog mazzel. Maar als dat niet zo is, dan ben ik eigenlijk best wel de lul. Moet ik een nieuwe camera aanschaffen? En heel snel, zeker, want ik doe dagelijkse uploads. En als ik niks heb, dan ben ik ook niks meer, hè? Ja. Als ik niks heb, ben ik niks meer. Bam. We moeten maar wachten. En ja, deze camera is gewoon van mijn stage. En ja, ik ben wel heel blij dat ik trouwens de camera mag lenen van... ik heb het eigenlijk nog niet eens gevraagd. Shit. Leuk dat jullie hebben gekeken. En ik hoop dat jullie met me meeleven. En ja, jullie zijn echt een stel baas. Jullie zijn echt toppers. Hou van jullie. En plaats een leuke reactie. Plaats een reactie wat ik eigenlijk nog kan doen om een camera terug te winnen. Of terug te winnen, überhaupt terug te krijgen. Misschien is dat wel leuk. Dat jullie misschien een idee hebben hoe ik mijn camera kan terugkrijgen. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan. Ik heb bijna de 600 abonnees en daar ben ik hartstikke trots op. En ik zie jullie weer morgen. Jaluw met de paraplu. Dat is een goede uitdrukking. Ja, zeker.